Frederik Boy, proficiat met de overwinning tegen Club Brugge. Dank u. Twee doelpunten gemaakt, dat is knap, hè? Ja, maar vooral de drie punten zijn iets die we moeten onthouden van deze avond. Dus ik denk dat we goede zaak doen in het klassement. En toch, in vergelijking met de ploegen onder ons, dat we toch zeker niet ingelopen worden. En ik denk dat dat ook een goed iets is van dit weekend. Maar toch, twee doelpunten scoren tegen de stadsrivaal, want je bent een Bruggeling. Ja, maar twee doelpunten scoren, dat is leuk. Maar ik ben vooral heel blij dat die doelpunten punten opleveren. En vooral het derde doelpunt dan op een goed moment viel. Want de club begon echt te drukken. En ik denk dat we toen op dat moment, de match eigenlijk, dat die toen gespeeld was. En daarvoor ben ik heel blij. De trainer Ronnie van Geneude die vertelde me, eigenlijk zou Frederik Boy hier vanavond niet geweest zijn. Jij moest eigenlijk gevierd worden, hè? Ja. Ja, dus in principe ging ik gevierd worden in cirkel voor mijn carrière daar. Maar met dat we zelf speelden, eigenlijk vrijdag is die match afgelast. Maar de trainer maakt graag een keer mopjes en we gaan daar heel graag in meespelen natuurlijk. Het is nog niet de tijd voor kerstmis nu, hè, want maandag wacht er nog een belangrijke wedstrijd. Jazeker, ik denk dat we aan onszelf verplicht zijn, aan de supporters, om maandag ook te proberen een goed resultaat te halen. Ik denk dat we onszelf een heel mooi kerstcadeau zouden kunnen doen, om daar ook minstens een punt mee te halen. En we zullen terug moeten vechten, het zal zeker niet vanzelf gaan. Maar ik hoop dat iedereen beseft dat als we ervoor vechten, dat we elke ploeg in België het minstens moeilijk kunnen maken. Ik zeg niet kunnen verslaan, maar ik denk dat we toch van het jaar al bezig hebben. We begonnen tegen Anderlecht, we begonnen tegen Club Brugge. En het is niet dat we het op een diefje nemen. Okay, ik zeg niet dat we van de mat spelen, verre van, maar we nemen de drie punten. Ik hoop dat we in Mechelen ook iets kunnen meenemen en dan gaan we een heel mooie vakantie tegemoet.
Maxima Nijs. 3-1 gewonnen van Club Brugge, dat is knap, hè? Ja, ik vind dat we echt een schitterend resultaat neergezet hebben. We hebben echt geknokt als groep. En misschien wel af en toe een beetje geluk gehad, maar ik vind dat we toch heel goed meegevoetbald hebben. De supporters en de journalisten, iedereen hier had een beetje schrik toen jij daar zat te kermen, lag te kermen op de grond, hè? Ja, het was eigenlijk een beetje ongelukkig. Ik wilde de bal blokkeren van Akpala. En ik denk dat hij gewoon met zijn volle stuts om in de knie gaat. Ik heb serieuze snijwonden aan de knie. Dus ja, ik denk dat ik wel wat geluk heb, want voor hetzelfde geld kon het er veel erger aan toe geweest zijn. 3-1, schitterend, hè? Hoe was de sfeer hier? Ja, zoals elke week. Stel, als we verliezen, steunen onze supporters ons nog wekelijks. We hebben gewoon fantastische supporters. En nu het dak ging er echt af. Hè, wanneer we de 2-1 scoorden en de 3-1 scoorden. Spijtig misschien dat we de 1-1 nog zo snel naar onze goal tegenkrijgen. Dan moeten we misschien meepakken naar de toekomst toe. Maar tegen zo'n ploeg 3 keer scoren, dat vind ik wel dat we een pluim verdienen. Proficiat, Maxime. Bedankt. Trainer Ronnie van Geneuden, dit is een schitterend moment voor Oud-Heverlee Leuven. Ja, absoluut. Dus, we hadden gedacht van de wedstrijd tegen Anderlecht dat dat iets in de geschiedenisboeken zou worden. Eenmalig misschien. We hebben er vandaag dan toch iets kunnen bij aan vastbreiden. Enerzijds door Club Brugge met 0 punten huiswaarts te sturen. Wetende dat zij tot op heden nog geen doelpunt hadden tegengekregen onder het leiding van de nieuwe trainer. Dat zij ook onder leiding van de nieuwe trainer nog niet verloren hadden. En dat is toch wel een mooie avond. Maar wat het belangrijkste voor mij is, dat niet alleen die jongens die op het veld staan hebben genoten, maar ik denk dat iedereen die hier aanwezig was, een kippenvel moment gehad heeft op het moment dat er afgefloten was. En dat is dan het mooie. Dat is dan datgene waar we het eigenlijk allemaal voor doen. En een Bruggeling, Frederik Boy, die 2 keer scoort. Ja, dat is een jongen die weliswaar hier in Leuven woont, sinds dat hij voor Leuven speelt, maar nog regelmatig in Brugge zich wilt laten tonen. En hij mocht kiezen vandaag, ofwel speelde hem mee, ofwel moest hem gevierd worden bij de wedstrijd Cercle tegen A Gent, samen met een speler van een oud-speler van Cercle Brugge. Ik heb hem dan proberen te overhalen om toch hier te blijven en hij heeft dan dat toch wel een dank aangenomen door 2 keer te scoren. Dit is prachtig. 3 punten extra. Dat is, daar had iedereen nood aan, hè? Ja, absoluut. Dus wij hebben als objectief en als doelstelling voor het seizoen gezegd 30 punten. Daar doen we het voor. Op het einde van het seizoen, dan moeten we play-off 2 kunnen halen. We zitten nu aan 19. Dus we zitten 2 punten voor op schema. En we zouden graag nog 11 punten halen op 33, of als ik me niet vergis, op 33. En dan denk ik dat wij kunnen spreken over een goed seizoen. We zijn nog niet aan de kerstkalkoen. Volgende week maandag is er nog een wedstrijd bij KV Mechelen. Wat verwacht je daarvan? Ja, ik verwacht nu dat deze groep toch wel de voldoende adrenaline boost meekrijgt. En het voldoende vertrouwen wil ik nog niet spreken. Maar ook het besef dat ze ook niet alleen tegen ploegen zoals Club Brugge Anderlecht voor verrassingen moeten zorgen. Maar dat zij ook nu in KV Mechelen moeten gaan tonen dat datgene wat er vandaag gezegd wordt en wat er morgen en overmorgen geschreven zal worden over OHL, dat dat ook een bevestiging krijgt met een prestatie op KV Mechelen. En daar zal ik ook de groep deze week van overtuigen en zeggen van nu is het aan jullie. Als jullie dat kunnen brengen hier vandaag, of gebracht hebben tegen Brugge, dan verwachten we toch wel een prestatie die toch wel evenwaardig is in KV Mechelen. En toch hoor ik supporters nog vragen van ja, komt er nu nog iets bij? Ja, dat hangt er vanaf. Ik weet ook nog altijd niet wat onder de kerstboom bij mijn thuis ligt. Daar liggen pakjes, maar wat erin zit, weet ik niet. Dus ik hoop dat het bestuur ook wat dat betreft die pakjes nog heeft liggen. Ja. Dank je wel. Ik vond het een spetterende match. Wij scoren blijkbaar tegen de topploegen in de Jupiler Pro League. We moeten niet gemotiveerd worden. We bewijzen dat op het veld. En ik vind dat we vandaag een prachtige match gespeeld hebben. We hebben ervoor geknokt. En ja, 3 punten. En nemen we mee naar huis. En met de steun van de supporters, hè? Die was enorm voelbaar. Hè? De supporters, de 12e man, heeft het weer gedaan. 1-0 voor, dan 1-1, onmiddellijk daarna. En dan toch nog 2 en 3-1. De supporters hebben ervoor gegaan tot de laatste minuut. Wij vrezen een beetje dat de counter kon komen in de laatste 5 of 10 minuten. Maar die is uitgebleven. En het is een prachtig resultaat. Dank u. Wat vele supporters wel eens vragen is, komt er nog versterking? Wel, daar heb ik nu geen antwoord op. De winterstop is nakend. Er is nog geen match. En we gaan de koppen bij elkaar steken en wachten het resultaat nu af op de tweede kerstdag in Mechelen. Bedankt voorzitter en succes nog.